Oh my god! Ik wil niet verder scheuren! Je moet verder scheuren! Je moet verder scheuren! Stop ermee, dat is een goede kaart! Ja! Yo! Yo, bro's! Dag iedereen! We gaan de zaligste uitdaging doen. De Flip It of Rip It Challenge, hè, gaan we doen? Dus, wat houdt dat dan in? Dus, je hebt een booster pack, doet die open, maar je kijkt nog niet naar de kaarten. Je legt ze alle 10 omgekeerd hierop. Dan selecteer je er 5 die je hier legt en 5 die je er hier legt. Het zit er toch 11 in? Wat doen we met die 11 dan? De energy card. Ah ja, die kijk. Ah, maar nee, in Steam zit er geen energy card. Ah, ja, ja, oei. Dus 5-5, dan die 5 kaarten laten we liggen. En dan gaan we er 5 kaarten scheuren eigenlijk, zonder dat we zien welke kaart dat erin zit. Dus het kan even goed zijn dat er een EX-kaart in zit. Dus ja, dat verloren is eigenlijk. Hè? Want ik ben eigenlijk geen voorstander van die challenge. Ik wel. Maar mijn broer wil dat per se doen. Het valt nog mee qua kosten. Dat kost ongeveer 2 euro per pack. Hè? Dus zoveel verlies gaan we niet maken. Hè? Dat is 10 euro. Ik ga weg zijn. Dus we gaan ermee beginnen. Hè? Dus eigenlijk als we 2 GX hebben. Dan zitten we weer terug break-even. Ja, dat is waar. Maar is je waar. Moet ze wel niet scheuren. Hè? Helemaal ja, hier. Ja. Ah, maar ga jij niet... Oké, zo. Ik vind het zodanig spannend dat... Ja. Nee, eigenlijk... Kijk eens. Een moment, ja. Kijk, dus ik heb al per ongeluk gezien dat de eerste kaart een miauw is eigenlijk. Maar dat is niet erg, want ik moet toch de kaart zo omgekeerd doen. Ja, het is sowieso een witte code, gelijk dat mijn broer zei. Dus die doe ik weg. Dan schud ik de kaart een beetje. Ik weet van iets, ik weet niet wat dat erin zit. Ik zal het wel zien wat dat erin zit. Dus kijk, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Die... Ga je bewaren of bewaar ik. Weet je het zeker? Ja, kan. Ik denk geen stap dat terug. Die de rare is. Er is geen stap terug. Er is geen stap oh, terug. Oh, hij is niet scheren. Oké, dan doe ik ze nog een keer. Oh. Voilà. Oh, kijk, dat mag ik echt niet doen. Hè. Stel dat ik nu ja, het verkloot... Moest dat hier een glazen ondergrond zijn, dat we weten. Oké. We gaan het doen, hè. We gaan het doen. Auw! Oh my god, dat is moeilijk! Oh, nee! Sorry, man, deze keer, hè. Ik zal. Ja, die langs de kant. Dat was echt moeilijk! Ja, kijk, het zie je uiteindelijk. Ze biedt daar direct al een GX. Die kaart die scheurde echt zeer moeilijk. Wat wil zeggen dat er niet EX-kaart of een full art in zit. En het is zo hier een robbelke. Kijk, en die kaart scheurde gelijk niks eigenlijk. Het kan ook de reverse zijn. Dus, het kan wel een reverse ook zijn. Ik hoop voor u dat kijk. Het een reverse is. En nu Oké, nu gaan we eerst met die beginnen, de nee, pro-kaart. Nee. Jawel, hè. We moeten een goede doen, hè. En daarna moet je weten van, oh shit, ik heb mijn GX gescheurd. Ja? Ja, het is sowieso die. Oké. Oh, had u het weer? Ah, dus ik heb niet, ik had een reverse gescheurd waarschijnlijk. Ik heb een reverse gescheurd. Ik had een reverse gescheurd, hè? En wacht, nu gaan we naar die kijken. Dat had de reverse zijn. Ik heb een reverse gescheurd. Oh, ja, ik had een reverse gescheurd. Dat is weer reverse. Ah, dat is van de wijzen. Maar ik had hem al, dus eigenlijk geen probleem, ik had hem al. Ik heb hem eigenlijk de holo bewaard, eigenlijk, hè? Oh. Dus eigenlijk valt het nog mee. We hebben de holle bewaard, dus eigenlijk hebben we dat nu goed gedaan. En nu staat Enzo in. We gaan even kijken wat Enzo ermee doet. Hè. Dus kijk, als winst, dus eigenlijk hebben we een euro terugverdiend door die holle. Oh, ik dacht echt dat je in een GX zat. Ja, ik was ook bang eigenlijk. Omdat en kan ik die rijden met je dan eigenlijk? Oh. Ah, voilà. Ideaal. Maar, is het niet ik ben, denk dat ik de dienen nog niet heb eigenlijk. Oh, dan moet je niet ruilen. Hè. Dus bij mij is het Janema. En het is sowieso witte kolen. Oh, groene. Oei. Ah, er zijn toch hem kunnen kolen. Ik geef ze weg. Ja, oké. Dus het is eigenlijk niet belangrijk dat ik ze... Ja, het is goed. Geen... Allee, ik zal ze dan ook weggeven, hè, voilà. Maar dat zijn toch uw kaarten, hè? Uw boosterpacks? Ah, 2 niet, hè. 2 zijn er voor u, hè. Ah, had ik Orange Rising ook komen? Ah ja, hè. Of niet? Ah. Of niet? Ja, maar ja, die waren wel meer dan 2 euro per pack, hè. Oei. Ah ja, dat is het net. Oh, hij wil de channel niet sponsoren. Maar ik weet dat er geen GX in zit. Nee? Ah ja, je hebt het eigenlijk verkloot, hè. Ja. Maar eigenlijk moeten we direct de codes weggeven.
Ja. Ik zeg... Dus kijk, ik hoor het hier zo. Die en die. Of nee? Ja, maar ik moet direct beslissen. Die en die. Nu moet ik ze... Ah, doen we dat zo? Ah, we scheren dat zo tegenwoordig. Oké. Okay. Oh. Was de moeilijke? Ik had wel een vrij moeilijke, hè? Oh. Ja, dat is niet leuk, hè? Nee, dat vind ik echt... beu, eigenlijk. Spannend, hè? Oei, dat is niet goed. Ah, de reverse. Ah, de reverse, dat is wel wat. De reverse. Is... Eigenlijk heb je het al ja! Kijk, dus hij heeft eigenlijk de rare en de reverse. Dus hij heeft alles in van het paksken. Ja, ja. Dat is zalig. Dus nu, wat doet ze maar, wat hij hebt gescheurd? Ah ja, ze willen twee naar de kijkers. Oei, het is een stukje geval. Dit is een stukje van de Merrill. Een Merrill, een Drifloom, een Sneasel, een Nidoran en een Trainer. Oh. Ja, dat valt mee, hè. Dat is een bro, hè. Dat is bulk. Dat is bro. Dat is bulk. Oké. De volgende. Allee. Pas op, is de biet scheurt kun je niet de king, hè. Hey. Zo. Ik ga eigenlijk gewonnen tegen u. Kijk. Hij moet ze zo altijd openen. Nu weten we niet welke kaart dat eronder zit. En nu de code. Ja, heeft ze maar direct. De code gaan we hier geven van Assi. Dus nu weer. Poef. Ik vind dat je ogen dicht moet. Nu weten we totaal niet wat er gebeurt. Kijk, we zijn goed aan het schudden. Ik kan niet vals spelen, jammer genoeg. Ik wou dat ik kon vals spelen, maar dat gaat jammer genoeg niet. Voilà. Nee, ik zit in die pad. Nee, het is dat laat. Dat gaat een. Oh. Oké. Okay. Nee. Nee, eerste keus. Ik mag niet luisteren naar u. Oké. Okay. Wacht, ik zal. Oeh. Oh, dat is een goeie. Dat gaat een slechte kaart zijn. Ook een slechte kaart. Ik ben er pro aan in antwoorden. Ook een slechte kaart, voel het? Oeh, dat is... Ik weet dat dat de reverse gaat zijn op de hollow. Ja, kijk, ik denk dat de reverse is, want het is zo'n dingetje. Oké, we zullen het zien. Welke kaart hebben we gered? Is dat de rare? Dat is de rare! Dat is de reverse heb ik gescheurd. Kijk, dus Ponyta, Special Charge, Arapides, Ponyta en Bergmite. Evolution zelf. Wat hebben we gescheurd? Een Joltik, een Fungus, een Litwick. Dat was de reverse. Het tweede is al gescheurd. Kijk, de reverse rij weer gescheurd. Ik spaar dat wel, hè? Ja, de reverse rij heb gescheurd. Echt, mijn volgende aflevering hè, zal ik wel maken naar u zotte kaart gescheurd. Echt. Allee. Dat is geen wat ik verzamel zelf gescheurd, hè. Ja, dat is waar. Oei. Dit is de code. Ja, nu doe je het goed. Dus... Ik zal het die weg doen. Ja, je hebt een nieuwe baan, hè. Kijk, dus die codes ga ik al weg doen, want die hebben jullie al ondertussen, hè? Onderstaan ik. Oh. Oké, welk denk je dat er zeker een leer is? Die. Dat is het. En dan die. Nee, die nooit. Ah, maar wat is het nu? Die scheur ik ook. Die. Nee, die scheur ik ook. Ja, maar is dan... Ah! Ja, het is een EX of een reverse, sowieso. Maar die scheert echt moeilijk naar reverse. Dat heeft zo'n extra plastiekje gelijk. Ik vind... Moet nog scheuren, hè. Natuurlijk, als je twee keer hebt, weet je hoe laat dat is, hè. Dat hebben we nog niet gehad, hè. Een naapje. Eetboom, ja. Dat is niet interessant. Dat is niet interessant. Dat is ook niet interessant. Iedereen dat ook. Is dat een reer? Nee, van ja! Oké, dat is wel goed. Ja. Lampend. Oh! Zeker! Ah, ja, kijk, want dat waren allemaal comments. Kijk, Joltik was het. Tangela was het ook. Oh my god. Boneyard. En een Zoomeril. Oh, dat vind ik leuk. En dat vind ik goed. En Oshawott. Maar ja, dat viel nog mee. Je hebt eigenlijk een goed ding gedaan. En nu anders gaan we elk er... Wacht. Jij mag de 3 selecteren en ik 2 anders. Hé, is het goed? Zo een code weggeven, hè? Maar ik was aan het twijfelen. Ik wist gelijk niet goed. Oeh, kijk, de kaarten zijn wel damaged. Het is eigenlijk keuze scheuren, hè? Het maakt niet veel uit, het zijn niet damaged. Is dat een damaged kaart? Dat is een damaged kaart. Oh shit, ik heb ze weggezien. Allee!
Het is mijn bron rechts. Ja, ja. Dat was niet de bedoeling, hè. Ik denk dat dat... dat hij mag er nu nog één kaart pakken die gescheurd is. Ik weet niet zeker. Nee, pak de die van nu. Oké. Oh my god. Ik wil niet verder scheuren. Je moet verder scheuren. Verder scheuren. Stop ermee, dat is een goede kaart. Ja, dat is gebeurd. Ja, in orde. We gaan dat zo leggen. Wat gaan we nog? Gaan we die 7? Die gaan we 7. Die gaan we ook 7. Scheur die maar. Kom, die gaan we scheuren. Hopla. Hopla, ik doe het graag eigenlijk. Ik doe het niet. Ja. Ik weet sowieso. Oké. Die gaan we kijken. Nee, die gaan we kijken. No space. Dat is een comment. Dat hebben we niet goed gedaan. Niet erin. Let Leo. Dat is niet zo. Ah! Wat een GX! Oh, dat is een GX! Mijn broer. Allee, had het een GX! Als dat witte kool is, hè? Dat is sowieso. Oh my god! Wat dacht je? Dat is sowieso witte kool, hè? We wisten het, hè? Als je die hebt, en je sowieso. Nee, we gaan die voor het laatste houden, nee? We gaan die voor het laatste houden. Als dat een full art is, hè? Ik ga je. Hoppen. Hij gewoon ook stop! Nee, het was laat, hè? Het was toch al kapot. Was die... Ja, maar dat is die, dat is die niet, hè? Oké. Kling. Dat was die bron ook nog. Ja, nu, kijk maar. Ik denk dat we wie de waar kan zijn. Die nummer okay. Met Ferry. Oh. Oh, het is een hollow. En welke hollow is het? Oh. Ah, die had ik al. Zo vol. Wat kom aan de reactie geweest? Moet dat zien. Moet dat zien aan die kaart. Allee, moet dat zien. Echt. Volgende voilà. Keer, hè. En kapot. Doe Guardian Rising, maar met u. Ja. Dat uw kaart zit. Ja, we gaan dat met mijn kaart doen. Wel, met volle tegenzin, maar het moet doen van mijn broer. En we moeten nog iets zeggen. Volgende keer komt er zeker een boxopening van Vaporeon. Ah, de Vaporeon GX Tinbox, dat is juist. Dat hebben jullie speciaal gevraagd. Ja. Dat komt voor elkaar. Ja, in orde. Dus tot volgende keer. Ciao. Volgende keer. Bye.